staan hier dichtbij de bar op het Elements Festival en bij mij staan drie jonge meisjes. Hoe gaat het hier op het Elements Festival? Ja, vet. Ja, inderdaad. Heb je al wat geamuseerd? Ja, vooral op music. En cliché is ook wel nog nice. En vanavond komt de Break the House aan met Martin Garrix. Ja. En dan, maar het is ook ambetant omdat Angervist om 11 uur daar komt. Dus we gaan moeten kiezen, het is een dilemma. Plezier gehad vandaag. Ja, het zal wel. Ik ben hier nog niet zo lang, maar ik heb me echt al geamuseerd. Zijn er speciale DJ's waar je voor komt? Of maakt het niet veel uit voor jou? Le Basque Live. Ja. En nog veel meer eigenlijk, maar ja. En als je dan naar Le Basque kijkt, ben je dan te dansen? Of wat doe je dan zo als je er volledig in opgaat? Ah, dan ben ik te hakken, hè. Hier uit het Element Festival om op de grond te zitten? Nee, eventjes. Eventjes bekomen? Ja, eventjes bekomen en dan weer doorfeesten. En van waar komen jullie net? Wij komen eigenlijk allemaal van Nieuwpoort en omstreken. Ik bedoelde eigenlijk van welk podium komen jullie net? Ah, ja, van Hinter. We zijn al overal geweest, dus ja. Welkom op Elements Festival. Komen jullie net toe? We zitten al van gisteravond op de camping. Even bekomen op de camping dan? Ja, en iets eten. En hoe was de nacht? Hebben jullie veel kunnen slapen of was dat toch moeilijk? Ik kan niet veel slapen, maar ik kon ook niet slapen. Het was pre-party, dus ja. Ik heb ook gemerkt dat er van dit jaar eigenlijk een nieuwe hype is rond een nieuwe dansmove. Het lijkt een beetje op een beenzwengel. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Ja, steppen. En kan je dat? Ja. En zou je dat even willen voordoen voor ons? Ja, voor mij is het goed. Oké, laat je maar volledig gaan. Zo wel. Super tof. En hoe was de naam van de punch? Steppen. Ja. Oké, dus blijkbaar de nieuwe hype hier op Elements Festival.